Nou, de beste fietsbroek van dit nieuwe jaar, 2017. Gaan we ze allemaal vergelijken. Dit is natuurlijk onze eigen wielrennenbroek. Belangrijk, grip natuurlijk, hè? Siliconen. Warm, goed passend, goede zeem. Wat ik zal doen is de fietsbroeken met elkaar vergelijken. En dan niet alleen zeg maar de allerbeste, maar vooral gewoon goede prijs-kwaliteit fietsbroeken. Dus niet alleen de Assos en de Castelli en de De Rosa en ja, alle andere hele luxe A-merken, zeg maar. Of misschien wel AA-merken, maar ook gewoon de BBB's, de Shimano's. Ja, de merken. En ik zal ook nog een broek, redelijk goedkope fietsbroek van een euro of 20 meenemen. Om een compleet vergelijk te hebben. Zal ik in de tabel zetten op het bericht. Vergelijken op een aantal onderdelen. Dus zeem, pasvorm, kleur, prijs en dus ook prijskwaliteit. En mocht je die complete tabel willen zien, zal ik die ook in het bericht zetten. Mocht je die allemaal willen zien en je ziet deze video op YouTube, zal ik de link onder de video zetten. Oké, bedankt. Hoi.